Leerlingen van HAVO en VWO-niveau en HBO-studenten hebben gewerkt aan verschillende actuele maatschappelijke vraagstukken van de provincie Flevoland. Er hebben 600 jonge talenten meegedaan. Wat opvalt is dat de helft daarvan voor een vraagstuk van de Floriade koos. Bij ons was de opdracht om een brug te maken voor op het Floriadeterrein. Wij hebben, hier zie je het, etalage ontworpen langs de Waterlandseweg. Talent Kleurt Flevoland gaat erom dat we onze Flevolandse jongeren en onze Flevolandse studenten veel meer gaan betrekken bij hun eigen Flevolandse woon-, leer- en werkomgeving. Toegevoegde waarde is sowieso dat je het hebt over kennis delen, ervaring delen. Maar de toegevoegde waarde van het hele project is dat leerlingen bezig zijn in de regio. Wat speelt hier? Wat voor moois heeft deze provincie te bieden en wat kunnen wij toevoegen? Omdat jonge mensen vaak hele innovatieve nieuwe ideeën hebben en niet geremd worden door allerlei technische beperkingen of dingen waarvan wij denken dat ze niet kunnen. En dat leidt vaak tot hele verrassende ideeën.